Wat een entree. Goedenavond. Ja, geweldig. Was het hier eigenlijk? Hallo. Heel graag. Goed, gezellig. Zo. Ja. Tot ziens, hè? Ik hoop dat we weer een hele fijne dag. Dat gaat zeker. Als iemand het gezicht is van de revolutie, ik ben ervan overtuigd dat het helemaal gaat in de buurt. Als je eruit ziet, zal er nog iets anders zijn. Ja? Is goed. Maar het chat is. Ja? Ja. Ik ben ontzettend trots op jou. Ja. Ja. Ja, ontzettend bedankt. Hè. Graag gedaan. En ik wens je heel veel succes. Ja. Dat je zien elkaar nog bij deze aardigheid. Zeker, dankjewel. Kijk, hallo. Buren. Jullie allemaal mee kunnen rijden. Nou, we zijn met z'n vieren. Heel veel plezier en succes. En ik vond het een eer om jullie ambassadeur te zijn. En ik vind dat jullie geweldig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat jullie doen dat het heel langzaam als een plekwerking werkt. Maar daar heb ik zelf voor gekozen. Nee, maar dat komt niet. Dan heb je ook weer heel veel mensen die heel goed kunnen helpen. Dus hè, dat scheelt wel. Ontzettend bedankt, ja. Ik vond het heel leuk. Nou, zal ik je zo zeer Het is wel een heel fijn. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Bedankt. Ja, fijn om te zijn. Dank je. Uw naam is mogelijk. Gemeenschap op de vereniging. Dus iedereen is maar alleen maar goed. Ik zei net al wat tegen. Wellicht, je komt weer in een hele grote gemeenschap. En dit volk, maar misschien zijn hier wel vaak op televisie. Helaas, daar hebben we tijd. Weet je niks? Ja, daar hebben we niks voor. Maar als je het nodig hebt, dan heb je het misschien. Oké, dat is heel spannend. Want ieder jaar op de agenda van het college. En waarom? Jullie vallen nergens onder. Dus we willen allemaal jullie steun. Dus weet dat we jullie heel erg waarderen. En ik persoonlijk helemaal. Ik vind het top als je het Dankjewel. Als ik aan jullie denk, dan denk ik aan de avondvierdaagse, aan die hele trits dames die daar allemaal zitten. Super, dat jullie dat ook kunnen realiseren. Heel veel succes en wijsheid. Ja, heel veel dank voor de samenwerking. Visit met bedoeling. Ja. Heel veel succes. Dank je wel. Ontzettend bedankt. En nou, jullie mogen het doen. Dank je wel. Alles dat we veel met elkaar te maken hebben. Nee, maar mooie dingen. Ja, hele mooie dingen. Jullie waren zelf een eentje misschien. Een van de eerste die bij de installatie mijn vrienden staan. Oh ja. Als de eerste die. Nou, volgens mij waren we op de laatste die toen zouden. Ja, dan heb ik erbij gehad. Daar heb ik er wel bij. Ja. Die hebben tijdens het vliegen met de vrienden. Het is helaas een shock van jullie, maar ik wil jullie bedanken. We gaan jullie missen. Bedankt. Het is. Ik zag jou staan, maar ik denk, nou hoort dat toch niet? Ja, dat is het. Het is allemaal een taak. Bedankt. Ik was van de straat. Ja, je kwam. Kijk uit. Super. We hebben een hele mooie samen. Ja. Maar ik wilde de nieuwe burgemeester in de weg zetten. Ontzettend bedankt, hè? Kijk, ben trots. Kijk, erg bedankt voor het invullen van de taak. En alles wat u daarmee gedaan heeft en uw aanwezigheid. Het was niet te doen, maar wij dachten, als je nou in Haarlem en meer zit en je drinkt wat, dan denk je nog aan ons. Dat vind ik Ja, wat er is.
dat dacht ik. Ik moet uitkijken, ik moet niet te lang wachten dat ik chocolade maak. Dus denk nog aan ons. En we doen mee toch een kleinigheidje voor je. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Namens ons. Nou, ik ga straks kijken. Ik hoop dat we een mooi plekje krijgen. Ik ga kijken, maar laat ik zeggen onze koning had officieel... Dat scheelt aan. Maar ik ga nog wel even vertellen. Ja. Jammer dat het niet maar zo groot was. Ik ga met veel plezier naar de baan doen. Maar dit zou ik gewoon mee hebben willen nemen. Jullie ook. Maar het is niet anders. Dus met spijt geef ik u weer af. Maar ik heb me met ongelooflijk veel trots gedragen. En ik weet zeker dat jullie me genoeg vinden. Dat jullie weer net zo warm hart krijgen. Heel veel succes. En wie gaat mij nu ontdoen van dit... Helaas. Ja. Een van de mindere taken die jaren. Ja. Jammer. Jammer. Wel heel erg bedankt voor het goed van je ons. Dat was geweldig. Voor de vereniging en het antwoord. Ja, dank je. Het was kort even vanavond. Ja. Zet de pruik nog vast. Ja, de pruik. Ik heb ook nog een heel mooi... Kijk, kan je nog chill meenemen? Ik heb er nog een ringje op, chef. Ja, kom maar. Oké, ook. Zet het cadeautje. Ja, zeker. Hartstikke bedankt. Ja, dat heb je een lengte. En heel veel succes met je nieuwe baan. Mijn naam is Esther, tweede sociaal. Heel veel plezier, hè? Met kloot. En nu weer succes. Bedankt. Ja, jongeman. Bedankt voor alles. Bedankt voor alles. Ik ben er nog trots op dat jij binnen nog gespannen bent. En wie weet, komen we in de toekomst elkaar tegen als je fuseren gaat, hè? Ja, ja. Ja. Hallo. Ja, we zijn hier, hè? De Zwitserse week. Ja. Ja, we gaan nu wel missen. Nou, en de Zwitserse film is, ja. Ik echt jammer dat ik had gevraagd. Ik zou alles aan doen om Haarlem meer onderdeel van de Vierdaagse te maken. Het is een beetje verlopen, want dan gaan we nog eens bedenken. Ik ben in Lingewaard. Ik kom week nog weer overleg gehad. Ik heb wel afgesloten. Het zijn er bestaan enorm van. Mooi. Want het aantal soorten wilde bijen is ook enorm. Ja, dat is een beetje 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 Succes! Ja, echt waar. Succes! Maar daar wacht nou licht op. Succes! Hey, hoe is het? Ja? Ja, wij gaan de volgende week op. Ja, oh ja. En een weekend. Nee, daar heb ik het niet meer. Ja, heel jammer. Ik had een koning meenemen, ik heb ooit samen met mij verstappen. De man die ik in de wilde gezien. Ja, een ander gezicht, een ander groep. Ik wil ook even een vrouw van Exxon, een vrouw van Roma-taken.
Ja,
word ik als verjaardag. Ja. Nou, jij was niet de afspraak. Nee. Ik ga niet weg omdat jullie niet de leukste mensen van de wereld zijn. Ik ga niet weg omdat het een fantastisch gebied is, maar ik ga weg omdat ze maar hier langs komt en laat dat nou iets zijn waar ik toch wel heel erg gezonder ben. En het is de reden dat ik het toch doe. Maar als ik jullie allemaal mee kon nemen, ja. Inclusief kaart, en de nieuwe naam. En als jullie het goed doen, ja, jullie kunnen dat wel even doen. Naar mij toe. Ja. Ja? Ja? Heb je het warm, jongen? Ja, het is afzien hoor, afzien. Maar je doet het geweldig. Ik vind het ontzettend leuk, en jij ook, dat jullie er zijn. Echt top. Echt fijn. Ja, en het is toch ook wel grappig dat je dit allemaal in juli zomer aanmaakt. Heb ik dat toch gegeven? Ja, ja, ja. Ja, het is echt leuk, hè? Het zweet nog niet om, helaas. De moeder mocht het niet. Want die belofte is niet gedaan door Marianne Schuurmans, door de burgemeester. Dus jij kan zeggen, de burgemeester, dat ik loop. Super, ik ben heel benieuwd. We staan helemaal leuk. Dat is echt. Ik ga jou niet bezoeken. Nee, alle goeds, hè? Ja. Weet je, het beetje een zwart knap met jouw goeds. Maar goed, jij gaat zitten in de bedankt. Ik ga je heel erg bedanken. Ja, maar ik ben super oud. De burgemeester, zeg je mijn naam. En dan ga je zo krijgen. Afgesproken. Nieuwe werk. Ja, kom nu. Dan ga je ongetwijfeld ergens zien. Ja. Dat weet ik zeker. Op de visio nou, hè? Ja. Hartstikke ja. Ja, we zijn er. Geen toespraken, maar dan komt ze niet helemaal aan. Namens de gemeente, namens het college, geef ik het woord aan onze ronke burgemeester, wethouder Helga Mietjes. Beste mensen, volgens mij ben ik heel goed te verstaan, of niet? Ja, hè? Fijn dat u vandaag hier aanwezig bent bij het afscheid van Marianne Schuurmans als burgemeester van Lingewaard. Gisteren heeft ze al afscheid genomen van het personeel, gevolgd door een afscheid met de gemeenteraad en bestuurders uit de regio. En dan nu, hier voor u als inwoners. Marianne is in september 2013 naar Lingewaard gekomen. En ik durf te zeggen dat u allemaal benieuwd was hoe zij het zou gaan doen. Net als trouwens het gemeentebestuur, die was ook erg benieuwd. Want in die tijd, en dat kunt u zich vast nog wel herinneren, was het vrij rumoerig hier in Lingewaard. Er gebeurde van alles en de taak van Marianne was om rust te brengen. En vooral ook voor verbinding te zorgen. En niet alleen in de gemeenteraad, maar ook bij de bevolking. En Marianne zou Marianne niet zijn als ze daarvoor 100% aan ging werken. En na 6 jaar kunnen we ook zien dat ze daar heel goed in is geslaagd. Beste Marianne, kun je iets meer deze kant op komen? Dan moet ik iedere keer zo naar links kijken. Dat is lastig voor mij, links. Rechts. Ja, rechts. Beste Marianne, de politiek heeft ze leren kennen als een vakvrouw die op uitstekende wijze leiding wist te geven aan de gemeenteraad en rust heeft gebracht. En u, als inwoner, heeft haar leren kennen als een vrouw die geïnteresseerd is in alles wat er in Lingewaard gebeurt. Marianne, jij was overal. Bij grote en kleine evenementen, bij jubilea als mensen 100 jaar werden, of als ze 50 jaar getrouwd waren of 60 jaar getrouwd, bij exposities, bij kampioenschappen, Olympisch kampioen of nationaal kampioen, bij de schutterijen, bij de carnaval, de 4-5 mei herdenkingen.
Je was altijd van de partij, Marianne. En altijd weer wist je de juiste toon te raken, of niet mensen. Ja, hè? Maar Marianne, het was maar goed dat je afgelopen augustus hier was na de brand in het gemeentehuis. Want de manier waarop je dat hebt opgepakt en ook met alle pers te woord hebt gestaan, was ontzettend goed. En daar bent u het volledig met me eens, denk ik, mensen. Ja, ik kan je hart helemaal ophalen. Weet het zeker. Ja, en daar zochten ze natuurlijk een burgemeester die wel op durfde treden tegen de drugshandel. Maar dan heb je Marianne een hele goeie. En ik kijk er straks niet van op als ze straks ook nog een keer Schiphol gaat sluiten. In verband met drugshandel. Ja. En die is helemaal gevuld met allerlei producten uit Lingewaard. Dus dat is natuurlijk het keuien uit Angeren, dat kan natuurlijk niet missen. Ook heel veel dranken, bier uit Huissen, kersenlikeur uit Gent, ook een bier uit Doornenburg. Haalder had geen drank, maar wel klei, hè? Dus een hele goede klei. En natuurlijk de dweltjes, de koekjes uit Bemmel en natuurlijk prachtige producten van Ressen, van Landwinkel de Woerd. En we dachten origineel te zijn, maar gisteren heb je ook al zo'n pakket gekregen. Maar dat is in ieder geval een goed idee geweest. In ieder geval een pakketje voor alle kern uit Lingewaard, wat je mee kan nemen naar Halingen weer. Dankjewel. Kijk eens. Marianne, jij vindt het symbool van Lingewaard heel mooi, de vlinder met de kernen. En we hebben speciaal voor deze bijzondere burgemeester een prachtige speld van de vlinder in de vorm van een bosch laten maken. En die wil ik dan ook bij jou graag opstellen op dit moment. Een hele mooie vlinder, die past heel goed volgens mij bij jouw mooie ensemble. Dank Marianne, bedankt voor alles wat je de afgelopen 6 jaar voor Lingewaard hebt betekend. En geniet nog van deze bijeenkomst. Vergeet ons nooit meer. En heel veel succes met je nieuwe baan. Dankjewel. Dames en heren, het is wel bijzonder om aan het eind van je carrière te merken dat alles waarvan je dacht dat je erover ging, je niet meer over gaat. Dus als ik zeg, we doen geen cadeaus en we doen geen speeches, dus het wordt tijd dat ik wegga. Ik ben ook heel blij dat we geen speeches houden, want ik vind het veel te leuk om met jullie stuk voor stuk de hand te schudden en bij te praten. Ik vind het echt heel erg leuk dat jullie er allemaal zijn. Het waren 6 heel bijzondere jaren. 6 jaren waar ik jullie allemaal ben tegengekomen op allerlei gelegenheden. Of dat nou concerten waren of uitvoeringen, jubilea, bruiloften, begrafenissen, wedstrijden, recepties. Er waren zoveel mooie dingen. En ik kan wel zeggen dat die vruchtbare rivierklei in deze gemeente, die maakt dat er heel veel dingen zijn die heel bijzonder zijn. Zo zijn jullie allemaal heel muzikaal. Dus ik zie hoeveel mensen instrumenten spelen en hoeveel mensen zingen. Maar jullie zijn ook sportief. Als ik zie hoeveel mensen op welke manier allemaal sportieve processen, successen halen. Maar wat deze bodem ook is, en dat heeft mij het meeste aangetrokken, is nuchtere mensen. Doe maar gewoon. Pak aan. Gewoon schouders eronder en aan het werk. En ik denk dat heel veel gemeenten jaloers zijn op zulke inwoners. En ik ga dan ook helemaal niet weg omdat ik jullie kwijt wil. Integendeel, ik ga jullie allemaal enorm missen. En een van de dingen, ik ga 2 dingen bijzonder missen. 1 is de Vierdaagse, dat is toch een bijzonder feest. Maar 2, een van de dingen waar jullie allemaal, nou bijna allemaal, je mee bezig hielden, is carnaval. Nou is mijn man Bos en die zei altijd, het kan nooit zo goed als in een bos. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier geleerd dat jullie in alle opzichten Brabant verslaan.
En vooral die buts. En vooral die momenten met die mooie lange pronks. En die optochten en die dingen die jullie allemaal samen doen. Ik vond het een feestje. En ik vind het heel jammer dat ik in mijn nieuwe gemeente niet alle mensen één keer per jaar lekker op de hak kan nemen. Want dat vond ik wel heel leuk om te doen. Koester jullie schutterijen, koester jullie gilden, koester wat jullie hebben, want het is heel bijzonder. Ik vond het fantastische jaren. En ja, natuurlijk hebben jullie, is het kasteel geweldig en het fort geweldig en zijn er mooie gebouwen. Maar het mooiste van Lingewaard zijn jullie, de inwoners. En het was een feest om jullie burgemeester te mogen zijn. Dankjewel. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.